Bij Digdeck werken we aan het dichten van de digitale kloof. Een taak zonder eindpunt, want de technologie blijft ook niet stilstaan. Integendeel, de technologische revolutie neemt nog in snelheid toe. Maar dat schikt ons niet af, want door zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk 21e-eeuwse vaardigheden bij te brengen, maken we heel onze samenleving sterker. Maar wat doen we daar nu mee, 21e-eeuwse vaardigheden versterken? Misschien denk jij nu wel, aha, DigiDak leert mensen met computers en office werken. En ja, dat klopt. Maar 21e eeuwse vaardigheden gaan nog veel en veel breder dan dat. Onder de 21e eeuwse vaardigheden vinden we ook sociale vaardigheden terug, zoals sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren. Er zijn ook vaardigheden die de eigen mentale en sociale weerbaarheid versterken, zoals zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, mediawijsheid of informatievaardigheden. En natuurlijk ook nog de nodige technische en inzichtelijke vaardigheden, zoals probleemoplossend denken, ICT-basisvaardigheden en computational thinking. Wat heel kort door de bocht betekent. Probleemoplossend denken met behulp van algoritmen en computers. Door steeds dit brede verhaal mee in gedachten te nemen in onze werking, sterken we onze deelnemers niet alleen technisch, maar zetten we hen ook in beweging in een pad naar meer burgerschap en een sterker sociaal-emotionele weerbaarheid. Hoe doen we dat dan? Digidac werkt eigenlijk in elke locatie op een iets andere manier. Steeds op maat van de bezoekers van die DigiDak locatie. Maar er zijn wel een paar grote lijnen te trekken. Waar nodig, werkt digidak op eigen kracht. Maar waar dat kan, gebruiken en versterken we het lokale netwerk. In elke gemeente waar digidak actief is, zoeken we namelijk naar lokaal ingebedde organisaties om de digidak in onder te brengen. We zijn er sterk van overtuigd dat intense samenwerkingen met deze organisaties iedereen kan versterken. De organisatie kan zijn aanbod voor een doelgroep uitbreiden en een waardevolle dienst aanbieden. De bezoekers vinden makkelijker de weg naar Digidac, of de partnerorganisatie, doordat ze samen zitten. En Digidac slaagt er ook beter in bepaalde kwetsbare doelgroepen te bereiken. In elke gemeente werkt Digidak met zogenaamde vrije inloop en met initiatiecursussen. Bij een vrije inloop stelt Digidak een openbare, laagdrempelige locatie een aantal uren per week open, waarbij hier ook steeds iemand van Digidak aanwezig is. Tijdens de vrije inloop kan iedereen die dat wenst zonder afspraak binnenkomen om gebruik te maken van de computers, internet en randapparatuur. Ze kunnen ook terecht met hun eigen digitale vragen en individuele begeleiding krijgen van onze DigiDakkers. Er zijn ook op zeer regelmatige basis initiatiereeksen, die worden georganiseerd in elke gemeente. In deze gratis cursussen kunnen inwoners inschrijven en leren ze in kleine groepjes, meestal beperkt tot vijf deelnemers, een aantal specifieke tools te gebruiken. DigiDak heeft doorheen de jaren al een grote bibliotheek. Van meer dan 50 cursussen opgemaakt, die ook nog steeds blijft groeien. Een klein voorbeeldje: in de cursus eID en ItsMe leren deelnemers hoe ze de digitale identiteitskaart en de ItsMe-app kunnen gebruiken om op een veilige manier toegang te krijgen tot de digitale overheid. In drie sessies leren de deelnemers hoe ze de app kunnen installeren en instellen. Ze leren de digitale portalen van de overheid kennen en hoe ze hun gegevens kunnen beschermen. Naast deze klassieke werking is Diglak in elke locatie ook een partner van de verenigingen en het gemeentebestuur in het versterken van hun werking en hun bezoekers. We organiseren op regelmatige basis activiteiten bij verenigingen, zodat we hun werking en hun leden kunnen versterken en een zo breed mogelijk publiek binnen de gemeente kunnen bereiken. We ondersteunen ook de gemeente in hun inspanningen om zo toegankelijk mogelijk te zijn naar de burgers. Zo kunnen we bijvoorbeeld begeleiding aanbieden bij digitale schoolinschrijvingen. Maar wie doet dat dan allemaal? Onze directers zijn liefst lokale vrijwilligers. Lokale mensen, zodat we zo goed mogelijk de vinger aan de pols kunnen houden bij wat er leeft in de buurt. Zo versterken we de vertrouwensband met onze bezoekers en kunnen we veel beter een aanbod op maat brengen. Die vrijwilligers zijn er in verschillende soorten. We hebben natuurlijk de lesgevers. Deze vrijwilligers zijn technisch heel goed mee en zij geven de cursussen. We hebben ook begeleiders. Zij zijn vooral met de mensen bezig en niet met de inhoud. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt en op zijn gemak is bij DigiDak. Tot slot hebben we de outreachende vrijwilligers. Zij zijn het gezicht van DigiDak in de buurt. Ze gaan op bezoek bij andere verenigingen en spreken de mensen uit de buurt aan. Zij zorgen ervoor dat we erin slagen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Die vrijwilligers worden altijd begeleid en gecoacht door een DigiDak-medewerker, die hen technisch en administratief ondersteunt, maar ook vooral methodes ondersteunen in het werken met de bezoekers. En natuurlijk staan onze medewerkers ook mee in de praktijk en geven ze mede cursussen en begeleiden ze de vrije inloop. Ontdek wat DigiDak allemaal doet door eens binnen te springen bij je lokale DigiDak. Of bekijk een van onze bezoekersverhalen.